Voor deze video heb ik mijn, uh, mijn oudste dochter een opdracht gegeven om met die macro opzetlenzen voor smartphone om daarmee met haar iPhone een aantal foto's te maken. En die gaan we nu een keer heel snel bekijken. Dus wat is dat opgeleverd heeft. Misschien uh, voor ik begin een paar foto's die ik zelf gemaakt heb met die macro. Dat is daar een van. Dus dat was een van die macro foto's. Eigenlijk uh, op zich is al leuk dat je duidelijk beeld krijgt. Je hebt een lijnenspel. Maar er is heel weinig scherp op deze foto. Hier dit stuk is een klein beetje scherp, maar voor de rest is ter, valt er weinig scherp te zien. Dan ga ik eens even zien of ik die foto's van mijn dochter ook gemakkelijk op de televisie krijg, en dan kunnen we die snel even bespreken. Dus eigenlijk is het begonnen met, um, ik denk de grootste uitdaging bij dergelijke foto's is dat je um, dat je heel dicht bij je onderwerp moet gaan. Dus dat is een van de grote nadelen van de dergelijke opzetlens, ook van die macro-extension tubes, is dat je heel dicht bij je onderwerp moet gaan. En dat maakt dat je dus in veel gevallen bijna heel licht niet meer krijgt op je onderwerp, juist omdat jij zo dicht op dat onderwerp zit. Dus dat was van haar kleine, van haar jongere zusje, een foto van haar oog, maar dan zie je heel duidelijk dat die foto inderdaad niet scherp is. Deze is al een klein beetje scherper, maar nog altijd niet scherp genoeg. En het is pas hier dat ze genoeg scherpte kregen. Maar je ziet dan nog dat die scherpte hier op die wimpers zit en niet op, de, op het oog zelf. En hier bij deze, opnieuw was het alweer iets beter. Op deze foto zou je duidelijk moeten kunnen zien dat de wimpers scherp zijn en dat het oog nog niet scherp is. Dus op zich is dat wel een leuke foto. Maar eigenlijk zou je op dat moment nog dichter bij je onderwerp moeten gaan. En waarschijnlijk is dit al heel oncomfortabel dicht hoor. Maar je zou dus eigenlijk nog dichter moeten gaan om die oogbal scherp te krijgen. Ik denk dat dat een van de laatste was. En dan dit is een andere foto van, uh, ik denk het zijn rozen of kunstrozen of een beeldje misschien. Maar dat is dus typisch. Ziet, hier op uh, televisie ziet er een klein beetje een, um, een, als een schilderij uit. Op zich wel leuk, een beetje aan de donkere kant, maar dat is dus denk ik omdat je met die camera zo dicht op dat onderwerp zit, dat je eigenlijk veel licht wegneemt van je onderwerp. Dat is een foto van... Dat zijn stiften, geloof ik. Daar was wel een leuke van. Um, ja, deze is een beetje slortig, vind ik. Je ziet die tekst. Maar de rest is er weinig aan. Maar deze vind ik wel leuk. Maar dus dit zijn waarschijnlijk diezelfde stiften. Ik denk dat... Dit vind ik de beste foto van de, degene die ze opgestuurd heeft. Dat, zijn, dat is volgens mij zo'n potje met allemaal stiften in, van boven gefotografeerd, waarbij dat je dat detail krijgt van één van de... Um, wat is dat? 0.2 nou, is de dikte van die stiften, dus je krijgt de dop van één van die stiften met de dikte daarop geschreven. Krijg je goed te zien, scherp in beeld. dat stukje. En dan daar rond heb je een wazige uh, substantie van kleuren, allemaal verschillende kleuren, dus allemaal verschillende kleurenstiften moeten dat zijn. Die, geen één daarvan is scherp. Hooguit, hier heb je nog wat scherpte, maar voor de rest is er niets van scherp aan. Dus een wazige kleurenbrei, maar wel allemaal lijnen die ook naar het midden toe gaan, dus die eigenlijk mee de aandacht vestigen op het centrum van uw foto, waar dat de foto scherpt. Dus, dus op dat zicht, compositiegewijs, Heel vaak zal ik je zeggen: van als je een compositie maakt, zet niet je uiteindelijke onderwerp in het midden van het beeld, maar er zijn situaties waarbij dat, dat wel werkt. En dit is een voorbeeld van zo'n situatie waarbij dat in het midden van je foto je onderwerp plaatsen, pal in het midden. Hier werkt dat, omdat al die lijnen naar dat midden toe bewegen. Dus eigenlijk heel je foto staat in het teken van dat midden. Al de rest dat op je foto staat verwijst terug naar dat midden. Ik denk dat we ondertussen bijna rond zijn. Dit is denk ik een detailopname van, uh, van haar gitaar, van de draaiknoppen bovenaan de gitaar, waarmee dat je de gitaar kunt stemmen. En dan zie je dat tandwieltje, een detail van dat tandwiel, wat dat scherp is. Je hebt hier nog dat ene boutje, of dat schroefje hier, dan ook nog scherp is. Je hebt hier textuur, uh, compositiegewijs. Ja, het is leuk dat het diagonaal is, maar voor de rest uh, heb je hier wel heel veel leegte. En wit vraagt typisch ook, is, is heel schreeuwig, vraagt aandacht. Dus je wordt een klein beetje, je aandacht wordt een klein beetje daar naartoe getrokken. Terwijl dat er daar eigenlijk niets is. Dus dat is zeker niet de beste compositie die er is. Het is geen gemakkelijk onderwerp Je, je kan eigenlijk uh, met dit als onderwerp, kun je bijna alleen maar uh, iets heel abstract gaan fotograferen. Hetgeen dat je hier ook had hè, op deze foto. Dus je, heel het gegeven van die stiften haal je daaruit. Je haalt dat doet er niet toe als dat het Hadden dan nu gewoon allemaal houten stokjes en kleurtjes geweest en verschillende kleurtjes, dan had het even goed gewerkt. Dus het gaat. Hem... Oké, okay, de elektriciteit is net volledig uitgevallen. Ja, dus de wifi is ook volledig uitgevallen. Dus ik kan de foto's niet. Oké, okay. mijn Chromecast is aan het uh, heropstarten. Van de staan, de wifi-torein ton ik de foto's opnieuw. Maar eigenlijk komt het erop neer dat, uh, dat je bij macrofotografie heel vaak. Uh, heel abstract gaat werken. Dus dat je eigenlijk uh, een foto maakt van iets. En waar dat je die foto maakt, of wat dat juist is, of uh, welk weer dat was op dat moment, dat doet er allemaal niet toe. Het enige wat er te doen is de, de compositie van de kleuren, van de, het lijnenspel, dat soort dingen. Natuurlijk, als je insecten fotografeert als macrofotograaf, dat is een ander verhaal, dat ga je echt. Herken, insecten herkenbaar in beeld brengen over het algemeen. Dus dan heb je nog altijd gegeven van een insect. Bij bloemen ook, we hebben daar die foto gehad van die bloemen. Je ziet nog wel dat dat een bloem is, dus dan heb je nog wel een klein beetje context. Ja, en dat waren eigenlijk uh, de foto's ook zo. Dus uh, we zijn er gelukkig door. Want ik kan hier nu toch niks, uh, niks niet meer laten zien. Maar ik denk op zich, ik vind dat wel een leuke format om zo opdrachten te geven. Als je een fotografie doet. Ook als je een opleiding fotografie doet, dan ga je typisch opdrachten krijgen. Dus dan krijg je van je docenten krijg je opdrachten van bijvoorbeeld um, twee, we ik zeg maar iets, twee weken alleen maar straatfotografie. Dus op het einde van die twee weken ga je al die foto's, ik denk dat het typisch drie weken was en dan de laatste week was het uh, samenstellen. Dan ga je eigenlijk uh, al die foto's gaan bekijken, selecties gaan maken, de beste foto's apart gaan houden, daar vergrotingen van gaan maken en dan. Van die paar foto's die je laat zien, dat zijn dan de echt sterke foto's. Daar krijg je dan een beoordeling op. Dus daarvan zeggen ze dan: oké, okay, ja, ik zie dat je. Dikwijls moet je in die uiteindelijke set aan de jury toont, moet je typisch ook wel een soort van thema gaan vinden. Dus bijvoorbeeld als je op straat, straatfotografie, je kunt daar een thema zijn. Je kan bijvoorbeeld heel specifiek alleen maar mensen op de markt gaan fotograferen. Of mensen die met elkaar communiceren, of juist mensen die helemaal alleen bezig zijn, mensen die uh, op hun telefoon bezig zijn, mensen die in het openbaar vervoer. Je hebt massaal veel thema's, mensen met speciale kledij. Dus die opdrachten geven, dat is wel een belangrijk deel van leren fotograferen, denk ik. Omdat je dan gedwongen wordt om een bepaald iets te verkennen. Gelijk nu heb ik mijn dochter, ja, gedwongen is veel gezegd, maar de opdracht gegeven om een aantal macrofoto's te maken. Dus dan wordt ze gedwongen. Gedwongen is juist juiste woord maar dan wordt er toe aangezet om dat soort type foto's te maken. En eigenlijk zou ik dat nog veel langer moeten doortrekken. Dat ze daar een bepaalde periode alleen maar macrofoto's oplevert. En dan leert ze met bepaalde dingen, naar bepaalde dingen kijken. Dus je kan voor jezelf ook opdrachten verzinnen. Bijvoorbeeld uh, een hele week portretfotografie, een hele week um, op een bepaalde kleur. Dus een opdracht kan ook zijn... Fotografeer allemaal rode dingen. Fotografeer allemaal ronde figuren. Met veel lichte weken in de regen, fotografie enzovoort. Gelijk welke. Ja, en die week is ook variabel. Hein? Je zet er zelf een periode op. Maar een bepaalde opdracht voor een bepaalde periode. En op het einde van die periode bekijk je de beste foto's even. maak je selectie. En dan laat je dat liefst nog door iemand anders beoordelen. En zo kun je echt leren uh, groeien in een fotografie, eigenlijk. Want dat is wel belangrijk. Want als je elke dag. Hetzelfde zit met mijn fototoestel, dus elke dag ik zeg maar iets, insecten gaan fotograferen, dan ga je waarschijnlijk een zeer goede macrofotograaf uh, van insecten worden, van de insectenwereld. Maar als je dan iemand aan u vraagt, ja kijk, ik kan een keer foto's maken van mij en mijn hond, ja, die supergoede insectenfotograaf gaat niet weten hoe dat hij dat moet aanpakken. Ne? Dus die, die gaat dat op dat moment niet kunnen, die gaat daar er geen ervaring mee hebben. Hetzelfde, ja, ik verkoop mijn huis, kun kan ik er wel interieurfoto's maken. Maar dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.